Welkom allemaal bij een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. En vandaag is er weer een gloednieuwe vuurwerkvideo. Het heeft weer even geduurd voordat er een vuurwerkvideo was. Maar vandaag is de dag dat we weer met vuurwerk bezig gaan. En ik ben vandaag even bij de Solo geweest. En die hebben weer nieuw categorie 1 vuurwerk. En niet zomaar normaal categorie 1 vuurwerk, nee... Categorie 1 vuurwerk geïnspireerd voor Halloween. Ja, met allemaal Halloween labels en noem zo maar op. Ik heb ook al eerder een video gemaakt over wat de Solo qua Halloween categorie 1 vuurwerk verkoopt. Als je die video graag wilt zien, link staat hieronder in de beschrijving. Maar deze keer hadden ze ook nieuwe producten. Dus ik heb sowieso weer even een aantal van de oude producten meegenomen. Dus die gaan we sowieso weer eventjes een keertje bij langs. Kijk eens aan, dikke kettingzaag. Maar ze hebben ook nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld deze Scary Fountains. Ja, en deze Witch Hat Fountains. Deze zijn gloednieuw, dus ik ben erg benieuwd. En ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen met de video. Here we go! Voordat we in de tas gaan kijken wat ik allemaal heb meegenomen, ga ik eerst even een klein videootje laten zien van hoe het er in de winkel bij hangt en wat de prijzen dus zijn van deze producten. Dus ga er lekker voor zitten en here we go! Solo. Yes, eens even kijken wat er allemaal in de tas zit. Ten eerste natuurlijk wat oude producten die ik al eerder heb gehad. Die ook in de vorige video voorkomen. Zoals deze kettingzaag. Dit is zeg maar een Bengaalse fakkel. Die hebben we deze keer er weer bij. Leggen we daar wel even neer. Nou, deze is nieuw. En we hebben dan ook nog weer de Halloween broomsticks. Had ik vorige keer ook. Nou, heb ik ook weer een pakje van meegenomen. Natuurlijk, om te testen, de Halloween Pumpkin Poppers XXL zijn knalertjes. Dus iedereen weet wel wat het ongeveer is, maar ik heb ze gewoon weer even meegenomen voor de lol. En eens even zien wat we nog meer hebben. Deze had ik vorige keer ook al. Dit zijn de Halloween Mummy Torches. Die vond ik erg leuk. Deze was ik erg over te spreken. Ik vond het hele leuke dingen, deze. Maar die heb ik sowieso ook weer even een doosje van meegenomen. En dan natuurlijk de nieuwe producten. Nou, dat zijn dus deze Halloween Scary Fountains. Zitten 20 in een pak. Zijn dus fonteinen zitten daarin. En heb ik even 2 pak van meegenomen. Geldt ook voor de Halloween Witch Hats. Heb ik ook 2 pakken van meegenomen zoals je ziet. Hier zitten er 24 stuks in. En het grappige aan deze is... De fonteintjes zien er dus echt uit als heksenhoedjes. Is dat niet gewoon grappig? Gewoon op een manier hoe ze die labeling maken en dan ook dat vuurwerk een beetje aanpassen. Gewoon op het seizoen gebaseerd. Wie weet komt er ooit nog eens een keer categorie 1 kerstvuurwerk. Who knows? Maar goed, deze hebben we dus. Deze zijn wat duurder dan die. Die zijn een stukje goedkoper. Maar ja, goed, hier zit ook 24 stuks in en daar 20 in. Aan de grammen te zien. Even achterop. Nou, deze is dus 90 gram verdeeld over 20 stuks. En dan heb ik deze, moet je zien, 161 gram. Dus ik ben best wel benieuwd
hoe deze gaan. En natuurlijk ben ik ook benieuwd hoe die gaan. Maar we gaan ze gewoon testen. Zo, let's go. We beginnen eerst met de oude producten. Dit is als finale. En na de tijd, we gaan even een aantal van testen. En dan na de tijd gaan we nog even een heel mooi groot project maken. Weet ik veel, allemaal op een rij, stuk of 10 of zo van die dingen tegelijkertijd. Wie weet, we zullen er wat moois van maken, jongens. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en geniet. Ik heb hier hout en let's go. Oké, ze werken. Ze zijn best wel redelijk goed, vind ik eerlijk gezegd. Ze knallen wel redelijk hard voor knalerten. En ze gaan ook gewoon goed. Je hoeft niet eens heel erg hard te gooien. Ze gaan gewoon gelijk af. Zie? Nu wordt het donker. Boom. Oké. Nou, gaan we nu even de Halloween kettingzaag uitproberen. Wat eigenlijk gewoon een Bengaalse fakkel is. Super vet. Ik vond het wel leuk dat hij eigenlijk van kleur verwisselde halverwege. Dat is wel leuk, dat je gewoon twee kleuren in die kettingzaag hebt. Wel leuk. Mooi. Gaan we over met de Halloween mummy torches. Ze zien er een beetje zo uit. We hebben 3 verschillende kleuren en van elke kleur zitten er 2 in de verpakking. Nou, ik heb mijn vriendin bij me staan en een maat bij me staan. Dus elke persoon die gaat elk een kleur vasthouden. En dan gaan we jullie even laten zien hoe deze mummy torches zijn. Okay, let's go. Oh, dit ziet er wel vet uit, of niet jongens? We zien je. Herrititi! Persoonlijk gezegd vind ik deze dingen echt leuk. Gewoon een vlam en daarna ook nog een soort van fonteineffect. Leuke dingen deze. En nou gaan we door met de Halloween broomsticks. Ze zien er ongeveer zo uit. En we gaan weer met z'n drieën op een rij en gewoon even een aantal vasthouden en aansteken. Het zijn soort van sterretjes, maar meer een beetje het idee als morning glories. Dus ze hebben ook nog echt een effectje eraan zitten. Here we go, jongens. Oh, dit is ook wel leuk. Een soort van beetje een waterval-effect komt er nu vanaf. Moet je zien, jongens. Probeer ze eens ondersteboven te houden. Kijk. Creëer je een soort van waterval-effect. Dat is wel leuk. Toverstafje, hè? Simsalabim. En deze gaan ook nog wel lekker lang mee. Ze blijven lekker lang doorgaan. Kan ik ze ook halverwege aansteken? Ja, je kan ze ook gewoon halen. Oh jee, man! Kan ze ook halverwege aansteken? Nu heb ik er nog maar één. Oké. Nou, leuke dingen toch? Deze zijn wel leuk, ja. Nou, mijn vriendin vindt ze geweldig, dus dat is al een pluspunt. Nou, daar liggen de verpakkingen, maar we gaan eventjes openmaken en kijken hoe de fonteintjes er een beetje uitzien. Daar is hij. Ten eerste natuurlijk de Scary Fountains. Nou, die zien er dus een beetje zo uit. Ik kan een beetje scherp stellen, ja. Halloween Scary Fountains met een spinoor op en wat spinnenwebbetjes.
En de Halloween witch hats, die zien er dus ook echt uit als een soort van heksenhoedjes. Kijk, zie, heb je zo'n beugeltje, verschillende kleurtjes. We hebben oranje, we hebben zwarte, we hebben groene en we hebben paarse. Nou, gaan we als eerste de Scary Fountains doen. Zullen we zien wat hier voor effectje uitgekomen. Ben benieuwd. Ja, deze vond ik wel leuk, dus we doen er nu nog gewoon twee. Twee stuks, here we go. Dikke rookpluimje. Oh. Nou, en dan de witch hats. Er zitten dus vier verschillende kleuren fonteinen in. Dus we gaan ze gewoon even alle vier op een rijtje zetten en testen. Nou, de paas is aan de linkerkant. Daarna komt oranje. Daarna komt zwarte. Oranje gaat wel even aan. En daarna hebben we hier nog een groene. Zijn wel grappig. Oké, ik heb nu vier zwarte. Die gaan we bij elkaar zetten. En die doen we gewoon alle vier. Als ze blijven staan. Liggen allemaal bladeren op de grond. Nou, here we go. Dus 1, 2, 3. En dan 4. Beetje, zo kun je een beetje zien hoe hoog ze komen. Ze gaan nog niet heel extreem hoog. Ja. Kom op ongeveer schouderhoogte uit. Nou, doen we weer even twee van die fluiters. Dus even zien hoe hoog komen ze. Ja, ze komen wel ongeveer schouderhoogte. De knetter is wel heel laag, maar die fluit, de fontein van die fluit, die gaat wel redelijk hoog voor deze dingetjes. Nou, ik heb nog een heel doosje vol met allemaal verschillende fonteintjes. Dus ik ga ze gewoon hier en daar wat neerzetten en kijken hoeveel ik er op hetzelfde moment ongeveer een beetje kan aansteken. Ik heb ook twee aansteeks bij me op dit moment. Dus we hebben allemaal van die, witch hats heb ik hier nu allemaal staan. Dus die gaan wij bij elkaar zetten zo. Wat de grotere. En we hebben kleintjes ertussen zitten nog. Nou, het wordt één dik vuurfeest zometeen. Met al deze fonteinen. Ik vraag ook even een maat van mij of die ook mee kan helpen met het aansteken. Oh, dit is een fonteintje zonder lont. Nou ja, dan leggen we die eerst even aan de kant. Zo. Nou, ik zou zeggen, vuurtjes aan en here we go. Is bezig. Poef. Nou, dat was best wel leuk. Oké, mensen, we hebben hier de Halloween Scary Fountains. De zaklamp wordt alleen wat feller gezet, zodat jullie het beter kunnen zien. Maar wij gaan nu even een mooi projectje doen, want ik heb mijn vlammenwerper meegenomen, dus dat betekent wij hebben hier een hele mooie rij staan. Die ga ik zo snel mogelijk aansteken. Maar dan gaan we nog wat verder met deze hele rij aan Scary Fountains. Dus, dat wordt wel een mooi projectje, denk ik. Here we go! Thank you.
Jemig joh, echt niet normaal. Ik heb last van mijn oren. Gewoon zo fel zijn deze dingen. Niet normaal. Jemig. Daar komt echt een pokkenherrie vanaf. Deze dingen gaan knijtertje hard. Niet normaal hoe hard deze scary fountains gaan. Zijn wel mijn favoriete fonteinen van deze Halloween line bij de Solo weg. Zo, en dan is dit alweer de eind van de video. Zet even in de comments neer welk stukje vuurwerk jij nou het leukst vond. Ja, jullie horen gefluit op de achtergrond. En niet druk om maken, ik heb hier twee agapornissen zitten. En ze zijn op dit moment heel erg vrolijk, want ik ben een video aan het maken. Dat vinden ze altijd heel leuk op een of andere manier. Maar goed, zet even in de comments neer welk stukje vuurwerk jij het leukst vond. Naar mijn mening vind ik de mummietortjes heel leuk. Want je hebt een Bengaalse vlam in drie verschillende kleuren. En daarna verandert het nog in een mooie gold fountain. Super leuk vind ik dat. En daarnaast, welke ik ook heel goed vond, waren de Scary Fountains. Want voor categorie 1 vuurwerk hebben die echt een felle fluit, moet ik eerlijk zeggen. Die voel je wel aan de oren. Vooral met het laatste projectje wat we deden, dat ik gewoon in één keer alles aan ging steken achter elkaar aan. Nou, ik had continu die fluit naast me en dat voelde ik wel na de tijd. Maar goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Net zo leuk als ik het vond om het spul aan te steken. Dus vond je dit een leuke video? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Klik het notificatiebelletje aan, zodat je nooit meer een video mist. En wil je me volgen op social media? Dat is mogelijk. Ik heb Instagram, Facebook en Snapchat. De link staat in de beschrijving hieronder. En dan zie ik jullie jongens en meisjes bij de volgende video. Hoi!